Hallo, welkom op het YouTube-kanaal van Crypto Benelux. Waarschijnlijk ben je hier terechtgekomen omdat je graag bitcoins wil gaan kopen. In dit filmpje ga ik je laten zien hoe en waar dat moet. Voordat we bitcoins gaan kopen, hebben we eerst een bitcoin wallet nodig. Deze wallet gaan we aanmaken op Binance.com. Allereerst moet je op Binance een account aanmaken en inloggen. Als je dan bent ingelogd, kom je op deze pagina terecht. Deze pagina hebben we niet zoveel, want we moeten onze wallet hebben. Dan gaan we hierheen. Dan drukken we op Value. En vervolgens verschijnen de verschillende soorten wallets. Wij willen graag Bitcoin starten, dus we gaan naar onze Bitcoin wallet. Het makkelijkste is om gewoon hier bovenin BTC in te vullen en vervolgens op deposit. Zoals je ziet, zie je nu hier je Bitcoin adres. Dan doe je copy address. En je ziet succeed. Nu heb je je Bitcoin wallet en kun je bitcoins gaan overmaken naar deze wallet. Door middel van de vorige handelingen kun je nu bitcoins gaan kopen bij een bitcoinbank. Wij gaan dit in dit geval doen bij Bitonic. En dat gaat als volgt. Hier zie je dat je bitcoins wil gaan kopen. Wij willen dat doen. Nou, wij doen 20 euro. Wij willen dat met Ideal doen. En drukken vervolgens op kopen. Hier ziet u dat u uw Bitcoin adres in moet vullen. Dat is het adres wat we net gekopieerd hebben. Die plak ik hier. Dan zie je dat hier het adres komt te staan en dat die goed is gekeurd. Vervolgens kiezen we onze bank. In mijn geval is dat ING. Ik begrijp dat de Bitcoins koop en ga akkoord met de voorwaarden. Nou, dit is als u voor het eerst bestelt. Begrijp het en we gaan afrekenen. Vervolgens zie je dat je op de landingsite van de ING komt. Check hier ook weer even het adres, of het wel veilig is. Ik doe dit met mijn mobiel bankieren app. Scannen. Zoals je ziet. Is mijn bestelling nu afgerond. Vervolgens gaan we terug naar de webwinkel. Hier zie je je Bitcoin, je bedrag. En zoals je ziet is de transactie aangenomen. En worden mijn bitcoins verstuurd over circa 3 minuten. Zoals je ziet is de betaling geslaagd en zijn je bitcoins verstuurd naar je bitcoin wallet op Binance. Dit kun je controleren door naar Binance te gaan, je bitcoin wallet te zoeken. En te kijken of ze overgekomen zijn. Nou, zoals je ziet zijn de bitcoins overgekomen en kun je gaan handelen.